Hartelijk welkom bij een nieuwe video. In deze video neem ik je mee in de reis met de trein. We nemen historisch en ook mooie plekken mee in Nederland per trein. Ik ga je wat vertellen over de stad en ik ga je wat vertellen over de trein. Onze reis start hier in Ede-Wageningen. Daar gaan we met de Valleilijntrein richting Amersfoort. Ongeveer een totale lengte van 29,6 kilometer. Ook wel het Kippenlijntje genoemd. De bijnaam van Kippenlijntje is bijnaam van de spoorlijn die loopt tot aftakeling van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld Noord en Ede-Wageningen. Of in relatie tot de treindienst de lijn Amersfoort-Ede-Wageningen. De lijnaftakeling van de ruststand van de voornamige lokale spoorweg tussen Nijkerkhaven en via Nijkerk naar Ede. In 1951 is de spoorlijn geëlektrificeerd. De bijnaam dankt de spoorlijn aan het centrum van de pluimveen Barneveld, waarvan kippen en eieren vroeger per spoor verladen werden. De lengte van de geheel enkel spoorlijn is ongeveer 17 kilometer, een afstand waar de trein ruim 20 minuten over doet. De meeste etappes langs de enkelspoor lang zijn inmiddels verleden tijd en alleen bij de station Barneveld Centrum en Lunteren kunnen de treinen elkaar kruisen. Even later komen we aan op station Amersfoort, eindpunt van deze verleidingtrein. Daar gaan we overstappen op een NS-trein. We gaan met de Intercity materieel gaan we weer verder, ofwel IICM genoemd. Is een treinstel van NS-reizigers dat voornamelijk wordt gebruikt voor Intercity treindiensten. De materiaalnaam is de Plan Z. De trein kreeg de bijnaam koploper vanwege de zogenaamde doorloopkop. Na de modernisering van de nieuwe treintoestellen is de doorloopkop verwijderd. De gereviseerde treinen werden ook wel de Intercity materieel modern genoemd, kortweg ICMM genoemd. De eerste treinstellen kwamen uit 1977 in dienst. De treinen rijden nog steeds dagelijks over het Nederlandse spoornet en vormen samen met die firm het belangrijkste materieel van de verbinding vanuit de Randstad met de rest van het land. U zag hem even voorbij komen gaan net. Een dubbeldekker solageregelmateriaal, ook wel de DDR genoemd, is een materiaalserie van de Nederlandse spoorwegen. De naam Agio-regio komt van nooit ingevoerde benaming voor stoptrein. De aanleiding van de bestelling was de invoering van de OV-studentenkaart in 1991. De 258 dubbeldekkerrijtuigen werden tussen 1991 en 1994 gebouwd door de firma Talbot en Alken. De rijtuigen zijn onderverdeeld in de serie DDM1 en DDM2 en DDM3. We komen aan op station Zwolle, een tussenstop voor onze reis richting Groningen. Zwolle is een spoorwegenstation
van de overijsselstad Zwolle. Het belangrijkste spoorknooppunt van veel overstappers. Zwolle uit een spoorlijn uit de richting Kampen, Enschede, Deventer, Emmen, Amersfoort, Meppel, Groningen en Leeuwarden en Lelystad komen allemaal hier samen om over te stappen. We gaan onze reis vervolgen richting Groningen. Dan zie je heel natuurlijk mooie beelden. Veel groen, veel bomen, veel platteland wat je rondom ziet. Zo zie je hoe mooi Nederland wel niet kan zijn. Veel rivieren en veel natuur om je heen. Ook wat bruggen, wat dieren, wat je dan tussendoor ziet. Dat maakt de reis super interessant om te maken. Vooral overdags is dat het natuurlijk het mooist. Dus 's nachts zie je er niet zoveel van. En bijna dat we komen op station Groningen. Even later komen we aan op station Groningen, eindpunt van deze ICM. We zijn in de stad Groningen. Groningen is de hoofdstad van de gelijknamige Nederlandse provincie. Ook wel de Nederlandse provincie Groningen. En de grootste kern in de gelijknamige gemeente, de plaats van de provincie Groningen en Drenthe, vaak ook kortweg aangeduid met Groningstad of kortweg stad. Ter onderscheiding van de provincie en de historische ommelanden en de gemeente Groningen had per 1 januari 2018 202.810 inwoners en daarmee vanuit de grootste stad van noordelijk Nederland. Van Groningen zijn er ook geen geschreven stadsrechten bekend. Door relatief geïsoleerde liggingen ten opzichte van de overvolgende feitelijke machtcentra, zoals Utrecht, Brussel en Den Haag, was de stad historisch gezien vooral op zich directe omgevingen aangewezen. Als hazenstad maakte Groningen deel uit van het Noord-Duitse handelsnetwerk. Later werd de stad vooral een regionaal marktcentrum. De stad ontwikkelde zich tot en was eeuwenlang de facto een stadstaat. Sinds de Republiek hoorde Groningen normaal bij Nederland. Nominaal bij Nederland. Maar tot aan de Franse tijd bleef Groningen feitelijk een autonome stad. De heer was de grootste deel van de provincie.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog werd heftig gevochten in Groningen. Ook ging er bij de bevrijding 1945 een groot deel van de binnenstad in vlammen op. Tegenwoordig is Groningen een stad met veel variabele handel en industrie. Groningen is daarnaast vooral een studentenstad met ruim 60.000 studenten, van wie bijna 3500 in de stad wonen in 2018. De stad werkt samen met de omliggende gemeente, regio Groningen en Assen. Ook Groningen bestaat ook best wel veel rivieren en veel bruggen. Ook bij deze zie je een brug waar een zeilboot doorheen wil varen. Dat wordt dagelijks gedaan, ofwel omdat eventueel een boot of een zeilboot ook door de brug moet. We zijn nog steeds in Groningen en we gaan onze reis vervolgen richting Leeuwarden. Daar wordt een uitstapje verwacht en daarna gaan we doorrijden naar Stavoren. Dat doen wij met deze Arriva GTW-trein en het Zwitserse fabrikant Standard Rail. Er bestaan een dieseltreintje en een elektrisch variant. Hij rijdt meestal in de Achterhoek in de Vechtdaallijnen, dus Zwolle en Emmen en Noordelijke Nevellijnen en op de Medewerlingenlijn. En vandaag gaan we de eerste reis maken van Groningen naar Leeuwarden. Je ziet hier leuk mooi weer van deze mooie platteland achtergronden. Met wat rivieren langs het spoor. En wat gras en wat bomen. En af en toe wat een bruggetje wat je langs ziet komen. En dat maakt de reis heel mooi interessant. We komen aan op station Leeuwarden. Daar ga ik samen met mijn goede vriend Twan de stad bekennen. We zijn in Leeuwarden. Oftewel Leeuwarden of Leeuwarden. In Fries Leeuwert. Ik hoop dat het goed uitspreek. Is een stad in het noorden van Nederland en de hoofdstad van de provincie Friesland. De hoofdplaats van de gelijknamige gemeente Leeuwarden en een van de oudste steden van Noord-Nederland.
Belangrijke sectoren in de stad zijn de financiële en de zakelijke dienstverlening, de overheid en de non-provinciële sector. De stad is de grootste van de Friese 11 steden. In 2018 telde de stad 9235 inwoners. Het ontstaan van de Leeuwarden. De geschiedenis van de Leeuwarden gaat terug in de Romeinse tijd. Toen woonden er al mensen op de plek waar nu Oldenoever staat. Leeuwarden is ontstaan op Telper die werden opgeworpen aan de inham van de Middellandse Zee. En zo komen we weer terug bij station Leeuwarden. Leeuwarden is het belangrijkste spoorwegstation in Leeuwarden. Het station Leeuwarden werd in gebruik genomen in 22 oktober 1863 met een opening van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. En we stappen weer op de trein richting Stavoren. Dat doen wij met deze GTW Arriva trein. Zo net als wij met Groningen naar Leeuwarden reden, gingen we ook weer met de GTW richting Stavoren. Deze dieseltreintje brengt ons naast deze bestemming toe. De spoorlijn Leeuwarden-Sneek richting Stavoren werd in 1885 in gebruik genomen door de Hollandse IJzeren Spoorwegenmaatschappij. We nemen afscheid van de GTW Arriva trein. Die heeft ons net afgezet in Stavoren. Als je ziet, dan kom je in een plek dat je echt denkt, wauw. Je ziet allemaal zeilboten om je heen, mooie huizen, een treinspoor en wat bruggen. Stavoren is een stad in de gemeente Zuidwest-Friesland, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuidwesten Hinderlopen en Molkwerkeren en ten noordwesten van Warns. De stadkern ligt tussen de Warmse Vaart, die onderdeel is van de Johan Frieselkanaal, en het IJsselmeer. Het kent meerdere havens. Stavoren was de eerste Friese gemeenschap die stadsrechten kreeg. Het is een voormalige hazenstad en een Friese elfsteden. Tot 1979 was de officiële naam van de stad Stavoren. Dat jaar besloot een toegenamige gemeente dat de naam Stavoren bekende, maar vooral herkenbaarder was, en zo werd de plaatsnaam veranderd. In Friesland staat het bekend om. Stavoren staat een mooie water, jachthavens en zeilboten. Het station heeft enkel spoor en het eindigt. Stavoren is ook gelijk het eindpunt van deze trein.
We zijn helemaal terug van Stavoren naar Leeuwarden om nu de bus te pakken. We zitten nu in de bus richting Alkmaar. Een busrit om ongeveer 1,5 uur. Die ons over de afsluitdijk naar Alkmaar station brengt. En vanuit daar onze reis vervolgen. De afsluitdijk is een waterkering tussen Noord-Holland en Friesland, die IJsselmeer afsluit van de Waddenzee. Hieraan ontleent de dam zijn naam. De afsluitdijk is belangrijk om Nederland tegen de overstroming te beschermen. De afsluitdijk is een onderdeel van Zuiderzeewerken. In 1927 werd begonnen aan de aanleg. In 1932 werd het laatste sluitgat op plaats waar de afsluitdijk werd gedicht, werd een monument gericht. Het Vliertermonument. Van de afsluitdijk komen we aan op station Alkmaar. Na 1,5 uur in de bus zitten, gaan we met de trein verder met de SGM richting station Zaanse Sans. Dat doen we met een overstapplaats in Uitgeest. We gaan met Alkmaar, gaan met een SGM en vanuit Uitgeest gaan we met een SLT'tje naar station Zaanse Sans. We komen aan bij Zaanse Sans, een dorpje wat bestaat uit houten huisjes en molens. Zaanse Sans is in de buurt met historische houten bewoning in de gemeente Zaanstad. Het ligt aan de Zaan, tegenover het dorp Zandijk en naast de Julianabrug. Het bekende toeristenbestemming met jaarlijks 100.000 bezoekers in 2016 waren er 1,8 miljoen en in 2017 2,2 miljoen. Het is opgezet met de bedoeling met historisch erfgoed te bewaren. Maar het is geen afsluiting van het Openluchtmuseum. De huizen zijn bewoond zodat er niet alleen toeristen naar het terrein komen. En met de Zaanse Sans wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie genoten, hopelijk heb je het leuk gehad. Beloon me dan met een blauw duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal op de hoogte van de nieuwste video's. En doe vooral veel duimpjes omhoog voor nog zo'n video. En ik wil graag nog zo'n vervolg maken voor een video. Heb je genoten? Duim dan blijf duimpje omhoog. Abonneer ook even op de kanalen van Fortiction. Ook wel de kanaal van Twan en van Raphaël. Twan is met mij mee geweest. Die zie je ook in de vlog. Bekijk ook even mijn vlog. Is ook super leuk geworden. En ik wil je bedanken voor het kijken. En graag tot de volgende video.